Yo, what is up mensen? Mijn naam is Dylan en welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Oftewel Rotjoch. Ik was even mijn intro kwijt. In ieder geval mensen, welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. En het is de allereerste episode van Map van een Kijker. En jongens, deze map is van Raf Gerrits. Dus Raf is een bekende kijker van mij. Een goede vriend ook wel geworden via Teamspeak en zo. En ja, ik ga zijn map spelen voor de allereerste episode van Map van een Kijker. In ieder geval, we gaan gewoon lekker beginnen. En let's go. Een gapple zie ik en een boekje en map gemaakt door Peter de Panda. Dus Raf. Raf of wel Peter de Panda. Goed. In ieder geval, map van de kijker is echt heel simpel. Het is een concept wat eigenlijk al door kapot veel YouTubers gedaan wordt. En ik dacht, nou, laat me even heel erg creatief nadenken dat ik mijn kanaal wil en het precies hetzelfde doen. Creatief. Ja. In ieder geval precies hetzelfde doen. Ook map van de kijker. Je kan altijd de map sturen naar rotjochmap@hotmail.com natuurlijk. Jouw map erin. En alles wat je wil maken, dat kan. Parcours maps, wat jij leuk vindt. Ik speel het wel en we gaan het allemaal wel zien. Goed, we gaan beginnen. We beginnen met jou, Dylan. Dit is mijn map van een kijker. Dit is mijn eerste map die ik ooit gemaakt heb in Minecraft. Deze map bevat parcours, een doolhof en een quiz. Rules: speel peaceful, speel in game mode 2. Geen blokken plaatsen of breken is niet nodig. Ik kan de parcours halen, dus jij ook. Ja, Raf is niet goed op parcours. Veel plezier met de map. Nou, dankjewel, Raf. Nou, als eerste even open to land, dan kan ik mijn cheats aanzetten. Dan gaan we game mode 2. Goed, het zit in game mode 2. Ja, ik heb wel 5 golden apples. En, ik zou zeggen, let's fucking do this, jongens. Hup, de hup. Oh, rode straal. Oké, we gaan gewoon naar beneden. Oké, gelukkig water. Oké, dan. Goed, is dat eigenlijk mijn parcours? Spawn point. Oké, ik zie niks in de chat verschijnen, maar het is vast wel goed. Dan gaan we. 1, 2. 3, 4. Fuck, dit is een 3 ver 1 hoog. Au. Ik heb ook een beetje lag. Ik weet niet wat het is. Maar als ik solo singleplayer ga spelen in Minecraft of zo, dan heb ik altijd lag. Het is echt vet irritant. Maar ja, poging 2. Ja hoor. Ja. Ja. Lekker jongens. En dan gaan we. Oké dan. Nou, zoals jullie kunnen zien, ik ben niet heel slecht in parcours. Je kan me altijd een beetje uitdagen. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar wat wel belangrijk is, als je iets zoiets doet op een map, is met werken met checkpoints. Want stel je voor, ik was nu gevallen weer hier zo. Moest ik weer helemaal terug. Dat zou echt niet chill zijn. Nou, hier is een knopje. Zonder tekst of zo. Ik denk dat het checkpoint is. Nou, goed, daar gaan we. Daar gaan we weer. 1, 2. Hoppa. 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 Hier omhoog. Het is gewoon weer een stukje parcours. Waar moet ik uiteindelijk eindigen? Ik denk daarboven. Ik zie hem. Kijk, het is wel dope map. Ik zie het nu al. Maar ik heb geen checkpoints, dus ik moet dit hele stukje. Ja, het viel wel mee, het stukje. Moet ik weer opnieuw gaan doen. Fuck a ducky. God damn it. Dit is echt weg. Ja, je bent best wel goed in parcours. En dan doe ik dit, weet je. Fuck. Dus parcours, je mag me altijd uitdagen. Dat vind ik leuk. Maar yes! Eindelijk heb ik hem gehaald. Maar inderdaad, je kan me altijd uitdagen met een beetje parcours. Dat is oké. Maar niet dat ik dus inderdaad een hele pokkenstuk moet af parcouren. En als ik dan val, dat ik er, zoals nu, als ik hier val, moet ik het helemaal weer opnieuw doen. Oeh, gelukkig. Waar ben ik geland? Ik ben op iets geland. Oh, ik sta weer bij het trappetje. Oh nee, ik ben weer bij deze jump. Oké, die is easy nu. Hebbes. Ja, oké, nee, ik ga het gewoon doen. Ik ga in game mode 1, anders is het niet te doen, weet je wel. Oké, ik was hier gebleven. Dan ga ik hierop. Dit was de jump! Oké, die heb ik net niet gehaald. Heb ik nu wel. Maar inderdaad, dus inderdaad de tip, jongens. Zorg voor checkpoints. Ja, ik ga gewoon terug. Zorg voor checkpoints, want inderdaad, anders moet ik het hele stuk opnieuw doen. Dus, zorg er even voor. Oh. Hoppa, eindelijk, goed zo. Checkpoint, oké, mooi. Nu moet ik proberen om, het is een doolhof. Nou, het staat geen tekst erbij, misschien in het leuker. Zorg ervoor dat er leuke teksten erbij staan. Maar goed, het is mijn allereerste map van een kijker. Het was ook zijn eerste map van Raffi Gerrits. Dus, chillings de billings. Oh, god damn it. Ik weet niet waar ik heen moet. Kom op, what the fuck. Oh god, ik haat doolhof. Ik zie altijd bij die andere YouTubers een map van de kijkers. Ja, doolhof is een kut.
Ja, nu begrijp ik waarom. Fucking ducky. God dan de ju! Waar moet ik naartoe? Hier kom ik vandaan! Really? Ik ben gewoon weer terug waar ik eerst was. Ik hoor wel water. Maar... Hey, wat? Lek! My god, man. Waar moet ik naartoe? Dit klinkt... Het ziet eruit als... Oh, het is ook echt een fucking groot doolhof! Weet je waarom ik echt gamen niet had van die doolhofjes van 5 mensen en 5 stapjes of zo? En ik moet altijd gewoon een doolhof nu afleggen wat gigantisch groot is. Are you kidding me? Ah, waar moet ik naartoe? No! Hier. Hierheen. Nee! Fuck! Weer een doodlopend stuk! Are you serious? Doe even normaal! Misschien... Nou, krop. Oh my goodness. Dit is niet te doen. Ik word een beetje gek hier. Ik word een beetje lijp. Dit is het. Ik word een beetje lijp, lied. En ik... What the fuck, man? Hoeveel fucking doodlopende stukken zijn er wel niet? Cool. Oké, man, dit is echt niet cool, man. Dit is echt niet chill. Dit is echt... Oh, god. Oh, what the fuck, jongen? Ik word gek hier. Waar is de fucking uitgang? Hier naartoe. Hier. Nee. Fuck. Kakker. Ik word gek. Ik word echt. Oh god. Oh, nee. Hey yo. Yo. Doe normaal gek. Ik zit al fucking lang hier binnen. Ja. Nee. Ik ben bij de ingang. Doe even serieus, ouwe. Oké. Nou, linksaf dan maar. Hey. Nee. God damn it, Raf. Het is echt gigantisch. Dit is echt gigantisch. Oh my god. Aan het einde van de map wil ik echt zien hoe groot dit is, hoor. Want dit is echt niet normaal meer, man. Leuk, hoor. De homen zijn leuk. Maar dit is net iets te veel van het goede, hoor. God. Nee. Hier. Ja. Nee, nog een dolf. Raf. Wat is deze? Nah. Gee. Gewoon nog een dolf, ouwe. Wacht, dit is een troll. Ik zie het. Dit is een trollgat. Ik ga niet naar beneden. What the fucker? Dit zijn 2 trollgaten. Dan ging je weer terug naar beneden. Zie je? Nou, dat gaan we niet doen, ouwe. Wat een gek. Oké, ik moet dus zorgen dat ik wel let waar ik heen ga. Dat ik niet in het gat val. Kijk, hier kwam ik vandaan. Nee. Ik ga terug. Fuck it. YOLO. Ik ga niet nog een keer, hoor. Jij bent gek. Ik ga niet nog een keer doen, hoor. Doei. Doe even serieus, ouwe. Wacht, misschien was het wel het goede gat. Want hier zijn 2 gaten. Oh nee, dit was wel het goede gat. Are you kidding me? Oké. Ik heb hem. Oké, heel veel lichtjes. Aha. Nou, nog steeds geen tekst. Inderdaad, jongens, zorg voor een leuke tekst. Dat zou wat leuker zijn. Maar dit is gewoon weer parcours. Oké. Holy fuck dolly. Dit doet pijn in mijn ogen, zeg. Are you kidding me? Oké. Ja, ik ga gewoon dat doen. Ik heb geen zin om het opnieuw te doen de hele tijd. Ah! Hebbes. Goed, oké, hier naar boven toe. Moois. Jongen, wat is dit een lastig parcours en zo, man. Oké, dan krijgen we zo'n gekke laddersprong, jump, ding. What's up, 360, kickflip! Oké, niet. Herkansing. Hebbes. Nice. Maar zie je weer geen checkpoint? Yo, fix die shizzle, my nizzle, boys. Fix die shizzle, my nizzle. Oké, ik denk dat ik van hier naar daar moet gewoon. Ja. En een beetje directions, want nu... Lek. Ja, niemand zag dat gewoon. Oké, mooi, hup.
Hup, hup. Yeah! Oh, dit is de quiz. We zien dat. Ik zie dat de quiz is, maar geef het even aan van jongens, dit is een goede quiz. Oké. Met wat maak je een fence? Oh, fuck. 4 wooden planks plus 2 sticks. 6 sticks. Volgens mij was het een update, toch? Dus 4 wooden planks of zo. Correct! Sinds 1.8 is dit zo. Ze hebben dit gedaan zodat je verschillende soorten fences kan maken van hout. I knew it. Goed, vraag 2. Hoeveel gaten zaten er in de grond van het doolhof? 3 gaten. 2 trolls, 1 goeie. Correct! Hahaha! Zie je, ik heb hem gezien. Oké, mooi. Dan gaan we naar de volgende. Wat was mijn naam op Twitch toen ik voor de eerste keer keek? Peter de Panda of Raf Gerrits? Peter de Panda of Raf Gerrits? Peter de Panda, Raf Gerrits. Raf Gerrits. Correct! Ik heb hem daarna veranderd, omdat jij verwarrend vond met mijn lolnaam. Precies, nou, dat is dus inderdaad. Ik ken hem dus van mijn livestreams. Ik heb op Twitch, Idolist Eye, geef veel leakstreams. Hij heet Peter de Panda. Maar zijn naam is Raf. Dus hij heette eerst dus Raf Gerrits. En ik vond hem heel irritant van, joh, hey, je heet gewoon Peter. Maar het is gewoon Raf. En dat vond ik best lastig, maar dat heeft hij gefixt. En dan gaan we naar beneden. En het lijkt op het einde, of niet? Einde! YouTube, Dylan's Wereld, Idolist Eye. Ah, nice. Einde! Dit was de map. Ik hoop dat je hem leuk vond. Map gemaakt door Raf Gerrits. Apenstaartje. A.k.a. Peter de Panda. Nou, in ieder geval Raf. Ik vond het leuk. Peter de Panda inderdaad. Nogmaals, thanks voor het maken van deze ongelooflijk... Oh, ik heb hem weggehaald. Maar deze ongelooflijk leuke map. Het was leuk. Het is mijn eerste map die ik ooit gespeeld heb van een kijker. Dus ik kan het niet echt vergelijken met dingen of zo. Maar inderdaad, een paar minpuntjes. Zorg ervoor dat je volgende keer met checkpoints werkt. Wat meer tekst erbij. Meer uitleg over een soort verhaaltje erin of zo. En voor de rest zag het op zich wel prima uit. We gaan even kijken trouwens bij het doolhof hoe groot dat ding is. Want we gaan wel hier omhoog, zodat je map slot. Het is ook gewoon midden in een jungle gebouwd, gek. Ook gewoon midden in een wereld gebouwd. Oké, laat maar. Ik ga die dingen nooit meer kunnen vinden. Het is ook onder de grond. Nou, oké. Whatever, bro. Whatever. Mensen, in ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wil jij ook een map naar me opsturen? Dan is dat heel erg mogelijk. Stuur dan een e-mailtje met jouw map erin natuurlijk en een leuke tekst. Naar rotjochmap@apenstaartjehomme.com. Dat staat beneden in de beschrijving. Dus als je het wil doen, doe dat even. Dit was op het moment de enige map die ik had. Natuurlijk op het moment van opname, want Raf is de eerste die gestuurd had. Dus dat is wel awesome sauce. Dus nogmaals bedankt, Raf. En hopelijk dat jullie het leuk vonden. Laat even een blauw duimpje achter omhoog. Laat even kijken of we een keer 1000 likes kunnen halen. Vooral op de eerste video van een nieuwe serie. Lijkt me hartstikke awesome. Mensen, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En stuur ook gewoon zelf je map in naar rotjochmap@apenstaartjehomme.com. Dus mensen, dankjewel voor het kijken. Laat het maar tot ziens. En peace. Oh my.